Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Eerst zijn er nog wat opklaringen, maar ten westen van ons land ligt een dik pakket bewolking klaar en daar zit ook behoorlijk wat regen bij. Die neerslag schuift in de loop van de ochtend het westen van het land binnen. In het oosten en zuidoosten is het nog een tijdje droog met wat zon en daar wordt het ook het warmst. Vooral in het zuidoosten kan het nog 21 graden worden. In het westen 18 graden maximaal en de neerslag schuift in de loop van de dag verder naar het oosten, waarna aan het eind van de middag het in het westen weer begint op te klaren met weer wat zon erbij. Een stevige wind pakt dan op en die waait Langs de kust vrij krachtig met windkracht 5. In de nacht neemt de wind weer wat verder toe. Een noordwestelijke wind stroomt ook nog koudere lucht het land binnen, zodat we morgen het moeten doen met maximum temperaturen van ongeveer 16 graden. Vooral in het noorden van het land valt een bui, kans op onweer daarbij, ook in de rest van het land een enkele bui, maar tussendoor wel wat zon. In de late middag begint de wind af te nemen en begint de buigheid ook wat minder te worden. Maar het is en blijft wisselvallig. Vrijdag in de loop van de dag van het westen uit weer regen en ook in het weekende weer weertypen met een noordwestenwind en niet al te hoge temperaturen van ongeveer 17 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl